Hi, ik ben Ingeborg van MBO Mediawijs en deze tutorial gaat over Seppo. Seppo is een tool waar je interactieve speurtochten mee uit kunt zetten. En dat is superleuk voor bijvoorbeeld introductiedagen. Dat kan in de stad zijn, in een nieuwe stad die ze kunnen leren kennen. Ze kunnen elkaar ermee leren kennen, maar bijvoorbeeld ook in school, ook binnen is het mogelijk. En denk dan bijvoorbeeld ook nog aan interactieve lessen zoals bijvoorbeeld architectuur, kunst, kunstgeschiedenis en dat soort zaken. Wat ze moeten doen, ze kijken op een live kaart waar ze zelf zijn. Daar zien ze opdrachten staan, maar ze moeten eerst naar de locatie voordat de opdrachten opengaan. En dan kunnen ze daar verschillende vragen beantwoorden of opdrachten doen. En het gaat ook nog op tijd, dus actie gegarandeerd. Dit is het homescherm van Seppo, seppo.io. En zodra je gaat inloggen voor de eerste keer, dan is het 1 maand gratis. En dan heb je het basispakket. En mocht je dat willen verlengen, dan kost het 5 euro per maand. Ik laat jullie even zien wat ik gemaakt heb als voorbeeldje. Waar je in eerste instantie in terecht komt, dat is de plek waar jij de speurtocht hebt uitgezet. Dan kan je eventjes op inzoomen om de precieze locatie van de opdrachten te laten zien en ook de volgorde. Je ziet hier 1 vragen en je ziet hier 2 vragen. Dat heeft met levels te maken. Dat laat ik straks even zien. Ik zal eerst even deze knoppen uitleggen. Je ziet hier een stopknop. Dat komt omdat mijn spelletje open staat op dit moment. En op het moment dat die open staat, dan kunnen de deelnemers aan de slag. Maar ik kan ook vragen beantwoorden, antwoord geven, feedback geven en puntentelling geven voor de punten of voor de vragen die nog niet, zeg maar, automatisch beantwoord worden. Tweede knop is heel erg leuk. Dat is een flitsvraag, noemen ze dat. Die staat nu uit. Op het moment dat ik hier aanklik, dan gaat die aan. En dan krijgen alle deelnemers op hetzelfde tijdstip deze vraag. Waar ze dus een antwoord op moeten geven. Dit zijn de rest van de vragen. Ik heb hier een aantal verschillende vragen. Ik heb allemaal verschillende varianten van vragen erin gezet. Om mijn teamgenoten in dit geval kennis te laten maken met Seppo. En je ziet hier dus ook de antwoorden staan. En ik klik er eentje aan. En dan krijg je een soort van open vraag of een veldvraag waar je dus antwoorden in kan geven. En een matchvraag. Zie je de verschillende foto's met verschillende opmerkingen erbij. Die ze dus het juiste bij het juiste plaatje moeten zoeken. Een fotovraag. Waar je natuurlijk altijd leuke creatieve foto's in terugkrijgt. En een locatievraag heb ik hiervan gemaakt. Dit is een waar niet waar vraag. En je ziet hier trouwens ook nog iets staan van de status is becijferd. Ik vraag om een aangepast antwoord. Als ik het antwoord nou niet goed vind, is een beetje apart natuurlijk, want deze kan je gewoon goedkeuren van tevoren. Dan kan je nog een extra vraag gaan vragen. En ik heb hier een multiple choice vraag ingezet. En dit is een video slash gewoon antwoord geven in tekst of een foto antwoord wat je kan geven. Dus dan heb je eigenlijk alle mogelijkheden die er maar zijn. En ik heb een feedback vraag en die zal ik aan het eind nog eventjes laten zien. Dan heb ik hier de ranking, dus tussen het spelen door kan je dus ook al bijhouden en kan je zien wie de hoogste score heeft gekregen. En dat kan je dus ook in de chatfunctie hier, kan je dat meteen even terugkoppelen. Oké, dan gaan we eventjes door naar deze kant. Dit zijn de instellingen van het spel zelf. Je ziet hier ook, je kan een live kaart gebruiken, wat natuurlijk het leukste is, of gewoon een vaste kaart of een afbeelding. En je kunt nog de stijl van de kaart aanpassen. Je kan het gewoon echt op straat of op satelliet, wat ik heb nu staan. Laat ik even over, daar kom ik straks op terug. De lagen, of de niveaus eigenlijk. Je kan dus de vragen die je doet in een specifieke volgorde stellen. Je kan ook gewoon zeggen van nee, dat wil ik niet. Ik wil dat ze gewoon zelf mogen kiezen waar ze als eerste naartoe gaan. De eerste level is dat ze gewoon automatisch deze vraag krijgen zodra ze gaan starten. Heb je nou niks aangemaakt qua levels, dan zitten ze automatisch in level 0. Heb je wel wat aangevraagd of aangemaakt, dan kan je dit in de verschillende levels kan je, aangeven. En dan zie je dus ook meteen welke vraag erin zit. En heb je nog een extra level aangemaakt, dan kan je nog aangeven van nou, ze moeten eerst al deze vragen gedaan hebben.
Ze hoeven niet per se al een goede score te hebben, maar misschien wil je dat van wel. En pas in level 2 komen ze bij deze vraag. En zo kan je dus meerdere levels kan je gewoon instellen. Oh ja, hier onderop staat ook nog de flash-opdracht. Dus die kan ik hier vandaan ook vinden om hem aan te passen. En dan zodra we het spel gaan starten, dan kan je hier terecht. En je ziet hier dus de inloggegevens van het spel. En je kan dat gewoon met een QR-code kan je dat delen met je team. Ze kunnen dan zelf een team aanmaken. Dus je kan zeggen van vorm zelf maar groepjes. Maar je kan ook van tevoren teamnamen aangeven. En dan kan je dus bijvoorbeeld ook hier zeggen, dat zal ik even laten zien, van oké, ik wil graag dat je begint met vraag 3 of met vraag 5 en dat soort dingen. Zodat ze niet allemaal op hetzelfde vraagje gaan zitten en dat ze allemaal achter elkaar aan gaan lopen. Wat dan wel een kanttekening is, dat is als je het deelt spel met de pincode, dan komen ze niet in het juiste beginscherm terecht. Dat is volgens mij nog een bug van Seppo. Maar dan moet je ze gewoon eventjes laten inloggen. Als eerste op gewoon play.seppo.io. En dan komen ze wel in het juiste scherm. Zodat ze dus de spelercode kunnen ingeven. In plaats van een teamnaam. Ik laat eventjes zien hoe je een nieuw spel eigenlijk aanmaakt. Ik ga eventjes terug naar de home. En wat hier zegt, staat create een nieuw spel of een spel met een schabloon. Bij het schabloon, als je daarop aanklikt, dan krijg je een beetje hulp. Zoals je ziet. En ik ga een buitenshuis spelen. Spelduur van de game. Nou, niet echt interessant. Teams, hartstikke leuk. Wil je? Ja, natuurlijk. Dit icoontje is natuurlijk wel superleuk eigenlijk. Maar ja, ik wil hem wel graag monitoren. En ik wil graag, hartstikke goed, maak je spel leuker met verhaal. Ja, helemaal leuk. Eventjes uitzoomen, want het duurt heel erg lang voordat ik eens een keertje in Nederland ben aangekomen. En ik kan trouwens ook zoeken op bijvoorbeeld Amsterdam, om maar even wat te noemen. Nog niet. En dat gaat dan een beetje sneller. Kijk, je kan zo ver inzoomen zoals je wil. En op deze kaart kan je dan gebruiken, bijvoorbeeld, nou, ik vind die kaarten wel even handig, of die straatnaam wel even handig op dit moment. Dat kan ik naderhand altijd weer aanpassen als ik het anders wil. Sla op en sluit. Dus dit is de kaart die ik ga gebruiken. En ik kan in dit geval gewoon opdrachten toevoegen. Bijvoorbeeld oefening kopiëren of een eigen opdracht maken. Er staan voorbeeldopdrachten in die een beetje grappig zijn. Oké, vraag 1. En ik kan dus kiezen voor een audiovraag, een videovraag. En ik kan er ook voor kiezen dat zij tekst gaan ingeven. Eventueel samen met een plaatje, of met een video, of met een audio. En ik kan dus zelf kiezen wat ze daarin doen. Ik kan ook aangeven, jullie krijgen er 100 punten voor. En hier staan ook nog wat dingetjes over beoordelingsrichtlijnen, hoe dat zit. En geautomatiseerde feedback. Dus hier kan ik gewoon een antwoord ingeven. En als ik dus die vraag zelf nog wil beoordelen, dan geef ik bijvoorbeeld automatische punten 50%. Omdat ik bijvoorbeeld nog even na wil lezen, van, nou, is het echt wel goed? Is dat een goed filmpje wat jullie gemaakt hebben of een goede foto? En die 50% geven ze in ieder geval vast de helft van het aantal punten, zodat jij ook weet, ze hebben hem gemaakt. Wil je dat niet, kan je dit gewoon instellen naar 100% of naar geen punten. Extra instellingen zijn even belangrijk, want ik wil het namelijk wel op een GPS-locatie. Ik kan hier bijvoorbeeld aangeven of het een flitsopdracht is of niet, of dat het een gewone opdracht. Ik wil misschien nog wel een leuke badge gaan geven. Als ik een badge aangeef, aanzetten, dan moet ik wel zelf van tevoren een leuke badge gaan instellen. Dus ik heb hier nu even nog niks ingesteld, dus dat moet ik van tevoren doen. En dan zie je hier al de badges die ik gemaakt heb en dan kan je er eentje uit kiezen. Dus dan krijg je een soort van sticker.
Wat hier nog meer bij zit, icoon, dat gaat vanzelf. Eventueel tijdsdruk, dat ze maar weet ik veel, 30 seconden hebben om antwoord te geven op een vraag. Maar die tijdsdruk die zit er natuurlijk toch al in, want ze moeten alle vragen beantwoorden en natuurlijk weer op tijd terug zijn. Dus ze krijgen misschien wel extra punten als ze weer als eerste binnen zijn. De GPS-locatie. Verplicht afstand om te antwoorden. Zet hem gewoon op 10 meter. Als dat er niet in zit en ik wil wel die GPS-locatie aanzetten, ja, dan kunnen ze dat overal doen. Dus op het moment dat ik het op een live locatie doe, dan moet ik dit even aangeven. En dan moeten ze er echt binnen 10 meter vanaf zijn, want anders komt die vraag niet open. Even kijken of het nu beter is. Ja, nu is het beter. Kijk, nu zie ik hier de eerste vraag staan. En ik kan hem gewoon nog slepen naar een plek waar ik hem graag hebben wil. Dus dan zullen ze eerst naar dit puntje op, bij de beurs van Bergelagen te gaan lopen. Korte samenvatting, Seppo is een interactieve tool om speurtochten mee uit te zetten. Eigenlijk interactief spel in een echte wereldomgeving, zoals Seppo dat zelf zegt. Hartstikke fijn om eventjes de gemoederen een beetje op te schudden en iedereen even lekker in actie te laten komen. En zoals ik had beloofd, laat ik nog eventjes één dingetje zien van de feedback die ik gekregen heb van een van mijn teams. En dan laat ik mijn team even aan het woord. Oké, camera loopt. Nou. Test. 1. Oké. Vraag 1. Hoe vonden jullie dit? Geweldig. Echt leuk. Superleuk. Yes. Of je dit een keer wilt gebruiken? Lijkt me heel erg leuk. Ja. Maar ja, wel een uitdaging in de school. Ja, want we zien een idee waar jullie dit voor in kunnen zetten. Nou, ik zou dit bij de gymles. De schilling. Oh ja. De schilling. Ja. Sowieso, dat is leuk. En tijdens de gymles. Om dat te omzetten, dat ze dan allemaal opdrachten achter elkaar moeten doen. En dat ze uiteindelijk eigenlijk het materiaal ook hebben opgeruimd. Dat zou ik echt top vinden. Een betere feedback kan je niet krijgen volgens mij. En lekker enthousiast antwoord ook. Dankjewel voor het kijken. Doeg!